Heb je ooit zelf de Vlaams minister van Begroting willen zijn? Dan is er nu het digitale centenspel van het Vlaams parlement. Zo kan jij eens de centen uitdelen in Vlaanderen. We hebben met de kracht van je stem een spel ontwikkeld, het centenspel. En waarover gaat dat spel? Dat is een spel waarin we eigenlijk minister van Begroting mogen spelen. Waarom hebben wij dat ontwikkeld? Dat is omdat politiek en begroting eigenlijk twee heel abstracte begrippen zijn waaraan leerlingen uit het secundair onderwijs, vooral tweede, derde graad, heel moeilijk een definitie aan kunnen geven. Om dat concept meer tastbaarder te maken, hebben wij dus die digitale spel waarin leerlingen zelf minister van Begroting zijn. En waar draait alles om in dit spel? Dat is om keuzes maken. Dat is in de politiek ook zo. Heel veel leerlingen weten dat niet, maar wij willen dat dus meer kenbaar maken en dus duidelijk maken dat politiek keuzes maken is. Het is heel abstract en in dit spel willen wij dus zodanig genereren dat dat iets meer tastbaarder wordt. Er zijn al tal van positieve reacties geweest op het spel. Ook leerlingen vinden dat zelf bijzonder fijn om zoiets concreet en tastbaar te hebben om te spelen. Het is ook gewoon een heel aangenaam spel. Dus we hopen dat we ons doel zoveel mogelijk kunnen bereiken bij een zo breed mogelijk publiek. Speel zelf het centenspel online op www.centenspel.be. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.